Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. En het is bijna Pasen en dat betekent dat ik mijn paastafel weer ga dekken. In deze video deel ik dan ook paastafelinspiratie in samenwerking met Bijenkorf. En ik pak flink uit, Pasen is namelijk het nieuwe kerst. Paastafel is af en als basis koos ik voor een heel mooi tafellinnen van Brusten Kopenhagen. En dit is heel erg mooi, want hij is van ecolinnen, dus extra zacht. En ik vond het, de zachtroze kleur heel erg mooi als basis. Ik koos voor keramieke servies van Cerax en het is ontworpen door Anita Legrel. En naast de bordjes komen ook de mokken er vandaan. En het glaswerk is weer van Libby en aan het gouden randje te zien is het extra feestelijk voor de paastafel. En over goud gesproken, heb je dit gouden bestek van Bits al gezien? Maak de tafel echt wel af. En tot slot stelde ik de tafel af met hele zachte schapenvachtjes van Buren. En de kussentjes zijn van de kussenfabriek en wordt het toch wel wat gezelliger. En deze kanjer van Polsbotten mag natuurlijk ook niet ontbreken. En u zult vast wel denken, waar komen al die taartjes, paaseitjes en macarons vandaan? Die zijn dus echt. Ze zijn van de meeste banketbakken van de Bijenkorf. En ze komen extra goed uit op een mooi taartplateau van Itala. En ik ga deze nemen. Ook zin om je paastafel te stijlen? Bij de Bijenkorf shop je heel gemakkelijk en snel je spullen en worden ze gratis thuis bezorgd. En ik ben natuurlijk heel erg benieuwd wat jullie van de paastafel vinden. Laat je het me even weten?